En welkom bij deze nieuwe video. Zoals jullie misschien wel weten als jullie de afgelopen vlogs hebben gevolgd, komt er af en toe een Star Wars referentie in door. Je kent wel dat stuk in Star Wars dat Anakin zo zit van... Dat ze doodgaan en zo? Yo, I didn't only kill the man. Ik heb nog nooit Star Wars gezien in mijn leven. Heb jij ooit Star Wars gekeken? Nee. Ik ben ongeveer in april begonnen met alles kijken van Star Wars en ik ben nog steeds ontzettend fan geworden. Star Wars is zo'n universum dat voordat je eraan begint praat iedereen er altijd over van wow, wat is het geweldig en je zou het ook moeten kijken. En dan zit je zo van ja, dat ga ik dus echt niet doen, want iedereen die zeurt daarover. En dan ga je het zelf kijken en dan denk je van wauw, ze hebben gelijk. En dan word je ook net zo'n advertiser, zeg maar. Het is een hele secte. Nou, ik zit daar middenin. En toevallig komt binnenkort de gloednieuwe serie Ahsoka uit op Disney+. En vandaag gaan we daarop reageren. Ik ben zelf helaas nog niet zo ver in de tijdlijn dat ik al echt alles weet. Ik ben ongeveer precies op het punt van de Rogue One Star Wars story. Maar ik heb even contact opgenomen met iemand die wel heel veel verstand van Star Wars heeft. En Ahsoka is een karakter wat voor het allereerst voorkomt in de serie The Clone Wars. Vervolgens komt ze voor in de serie Rebels. Vervolgens maakt ze een paar korte cameo's in The Mandalorian. En nu krijgt ze haar eigen live-action serie. Het toffe aan een serie over Ahsoka is dat het niet zomaar een personage is, maar het is de oude Padawan van Anakin Skywalker. Anakin Skywalker! He's from The Mandalorian! Nope, oh, I got that one wrong. Wat ervoor zorgt dat ook Hayden Christensen, de acteur van Anakin Skywalker, weer terugkomt voor deze serie, waarschijnlijk voor flashbacks. Daar ga ik tenminste wel van uit. Daar ben ik ook gewoon super hyped voor, want die acteur ken ik natuurlijk wel van alles waar ik nu naar aan het kijken ben. War is inevitable. One must destroy in order to create. We are no Jedi. Niks negatiefs over series zoals Andor of films zoals Solo A Star Wars Story. Maar zulke scènes met lightsabers, het is toch een beetje waarom je Star Wars kijkt. I started hearing whispers of Thrawn's return as heir to the Empire. What happens when we find Thrawn? Power. Such as you've never dreamed. I've spent most of my life fighting a war. That's why I'm trying to convince you to help me prevent another one. You and I both know who could help you with this. She's still just as stubborn as ever. I bet your master found you difficult at times. Anakin never got to finish my training. Ook als je haar hoort zeggen van Anakin never got to finish my training, daarin zie je heel erg terug, daar zit een verhaal achter. Dat is waarschijnlijk een verhaal wat we in flashbacks gaan zien in deze serie. Anders brengt ze Hayden Christensen die terug als Anakin, zeg maar. Dus daar ben ik gewoon ontzettend benieuwd naar. Dat kan alleen maar goed worden, zeg maar. Ook die flashback sequences uit Obi-Wan Kenobi, die waren gewoon echt perfect. I walked away from him, just like I walked away from Sabine. You never made things easy for me. Master. En kijk, ook dit is interessant. Zij noemt haar master. Wat heel erg een ding is wat je terugziet in eigenlijk alles van Star Wars, is dat heel vaak karakters die beginnen als de leerling, die eindigen uiteindelijk als de master. When I left you, I was but the learner. Now I am the master. Je ziet het natuurlijk al in de allereerste film chronologisch. Als Obi-Wan Kenobi de master wordt van Anakin. En zo heb je dat echt op veel verschillende momenten in de tijdlijn. En dat zie je hier nu ook weer. Leerling wordt de meester. As a Jedi, sometimes you have to make the decision no one else can. But I'm counting on you to see this through. Nice haircut. En ik vind haar dubbele lightsaber actie echt geweldig. Want je zou denken, volgens mij zijn er 32 lightsaber battles in alle Star Wars dingen samen.
En je zou denken, als je één lightsaber tegen één lightsaber hebt, wordt het uiteindelijk steeds weer hetzelfde. Maar door net dit soort twists erin te gooien, dat vind ik echt geweldig. Je hebt dat ook met dat zwaard wat Darth Maul had in de allereerste film, wat aan beide kanten dan zo scherp is. Vond ik echt heel cool. Sometimes we have to do what's right, regardless of our personal feelings. Buckle up. If we don't stop Thrawn, everything will be in vain. You have no power. Anakin spoke highly of you. En dan hoor je nog de zin Anakin spoke highly of you. Wat erop zou kunnen wijzen dat hij highly over haar sprak tegen de tijd dat zij nog de leerling was en hij nog gewoon Anakin was. Maar het kan ook erop slaan dat Anakin al een soort wat duisterdere kant bij haar voelde die wel tot hem aansprak. En dat zou ik een heel interessant iets vinden om te onderzoeken in zo'n serie. I'm not here to discuss my past. We have a lot of work to do. Once a rebel, always a rebel. Kijk, het ziet er allemaal stunning uit. 23 augustus kunnen we allemaal gaan genieten van deze serie op Disney+. Laat zeker je verwachtingen weten. Wat verwacht jij van dit nieuwe seizoen? Hoe gaat dit invloed hebben op de tijdlijn? Ik ben zelf super benieuwd. Ik ga hem waarschijnlijk nog niet meteen kunnen zien, maar ik heb nu ook vakantie, dus ik rus Star Wars er gewoon doorheen. Dat komt helemaal goed. Laat het zeker weten als ik vaker moet reageren op iets van Star Wars. Ondanks dat ik daar dus niet super goed in ben, aangezien ik nog niet alle kennis heb. Maar ik wil het wel doen. Dan zie ik jullie heel graag volgende week weer bij een gloednieuwe video. Tot ziens, tot later en volgende week gaan we reageren op het tweede seizoen van Loki. Anakin Skywalker. He's from The Mandalorian. Nope. Oh, I got that one wrong. Yeah, no, he's from practically everything else, and he's Darth Vader now. Only a master of evil, Darth.